In het oude Haarlemmermeerstation in Amsterdam is nu de elektrische museumlijn gehuisvest. Die bestond in 1995 20 jaar en organiseerde een feestelijk weekend. De oude goedereningang. Menig Amsterdammer zal zich nog de opslag van de kolenboeren herinneren. De oude lijnnummers hingen vroeger alleen aan de bovenleiding bij het Centraal Station en de Munt. Een groot deel van de masten komt uit het Duitse Aken. In de keerlus van het station staat de 586 van de NVBS. Het stel is teruggebouwd tot enkel geleed en heeft de originele kleur weer terug. Uiterlijk is de tram nog niet geheel origineel. Een van de laatst bewaarde gietijzeren abris. Door hun corrosiegevoeligheid vergden ze veel onderhoud. Mede door het oneigenlijke gebruik dat ervan werd gemaakt. De groot bordeswagen of Schuckertwagen uit 1918 is omgebouwd tot diesel- en elektrische rangeerwagen. Gemakshalve is daarom gekozen voor een schaarbeugel. Deze beweging is niet zonder risico, omdat de Lira-beugel de verkeerde kant op staat en in de bovenleiding verstrikt kan raken. Met de hoge bovenleiding van vroeger was dat gevaar nog veel groter. Voor het wisselen van de rijrichting dient de beugel een halve slag omgezwaaid te worden. De achteruitrijdende 533 van 1949 bezit een drieassig onderstel. Voor soepel bochtenwerk verschuift de kleine middenas zijdelings en stuurt meteen beide buitenste assen. Hoge blauwe wagen 454 werd door Beijners oorspronkelijk als bijwagen gebouwd en in de jaren 30 gemotoriseerd. De drieasser rijdt hier vooruit zoals het hoort. Het oude type filmkast was in 1949 een nieuwtje voor Amsterdam. En voor de vaste klanten was het ook wel even wennen. Achteruitrijdend heeft de 586 maar enkele standen. Langzaam, vrijloop en remmen. In 1939 werd de Utrechtse tram opgeheven. 12 motorwagens werden voor 1000 gulden per stuk overgedaan aan Amsterdam, waar ze tot 1962 in dienst bleven. De 1, ofwel ex-Utrecht 75, is regelmatig als leenwagen van het AOM te gast op de museumlijn. De Amsterdamse lage blauwe wagen 401 is gerestaureerd in zijn oorspronkelijke uiterlijk van 1929. Dus als tweerichtingswagen met korte balkons en langsbanken. De elektrische installatie is nog steeds van Siemens. De gelijke wagens met nummer 416 tot en met 435 bezaten later Kiepe schakelkasten die meer dan een hele slag konden draaien. Ook de verbouwde bijwagens bezaten eens zulke schakelkasten. Grootbordesser 330 maakt een slag naar het nu nog bovenleidingloze Bovenkerk. De generator van deze wagens geeft wel een vreemd tramgeluid. Het materieel van de Amsterdamse Centraal Stationlijnen voerde vanaf 1922 tot 6 september 1971 een brievenbus op het achterscherm mee. De inhoud werd bij het station direct gelicht en verstuurd. De museumlijn loopt achter het Olympisch Stadion en langs het Amsterdamse Bos naar Amstelveen. Het gedeelte naar Bovenkerk is nog niet geheel in bedrijf.
Een keerdriehoek al daar zal ervoor zorgen dat de eenrichtingswagens normaal inzetbaar zullen zijn. Behalve trams uit Amsterdam bezit de museumlijn ook meerdere wagens uit andere steden. Hier stopt de Haagse 824 aan het Jollandpad. Deze motorwagen uit 1929 is gerestaureerd in de toestand van de jaren 50. Zometeen krijgt u bij de overweg met de Van Nijenrodeweg een zogenaamde duiventil te zien. Dit bijzondere bouwsel stond eens op het Muntplein in Amsterdam en diende als politie-verkeerslichtregelpost. De museumlijn bezit meerdere buitenlandse wagens. Zo was bijvoorbeeld motorwagen 352 uit Praag in dienst. De Weense motorwagen 2614 is op weg naar Amstelveen, ter hoogte van het Van Leerpark. Hiervan is de botanische tuin zeer de moeite waard. Het voorlopige eindstation Amstelveen biedt nu onderdak aan een handwerkwinkeltje. Via de aanwezige wisselplaats dienen de tramstellen om te lopen voor de terugrit. De Amsterdamse bijwagen 792 is nagenoeg gerestaureerd in de afleveringstoestand van 1918. Op het dak bevindt zich een rood sluitlicht. In plaats van een trekbel bediende de conducteur een in toonhoogte instelbare trekfluit. Rechts staat een replica van motorwagen 41 van de gemeentetram Groningen. Een dienstregeling ligt voor u klaar in de museumwinkel. U bent van harte welkom.